Op 1 mei 1924 werd in Deventer aan boord van het schip de Ebenezer Wilhelmina Francisca Zwiers geboren. Zij was de jongste dochter van Jacobus Hermanus Zwiers en Geertje Oelen. En zo begint het boek van Mien Knol Zwiers, een terugblik op haar leven als schipperskind. Hoe was dat voor u als kind om te leven op een boot? Dat merk je niet, want je weet helemaal niet anders. Je bent gewoon aan boord geboren en ja, je leeft zoals je bent. Het is niet zo van, ik ben hier met vakantie of zo. Je bent gewoon, je bent daar kind. En je blijft er zo. Maar waar speelde u dan mee bijvoorbeeld, op die boot? Nou, vroeger een heel klein hoekje, zoiets als daar zo. En dan, dan waren we daar heel blij mee, want dan hadden we een hoekje voor onszelf. Nou, en dan, ik had wat poppen en... Dan dacht ik altijd, als ze nog hard waren, dan dacht ik, als ze nog maar niet die pop verdrinkt, dacht ik, nee, dat kan niet, ik moet ze allemaal in lief hebben. En waarom had u ooit de behoefte om al die herinneringen op te schrijven? Was dat meer voor uzelf, in zo'n boek? Nou, ik heb vroeger altijd wel graag een boek willen schrijven, want ik mocht graag schrijven, vond ik mooi. Mm. En dan dacht ik, oh, ik heb ooit eens een keer een boek zou schrijven, hè? Maar, en toen zei ik, heb ik misschien een van de kleinkinderen of zo, die zoiets kunnen doen. Oh, zeg mijn schoonzoon, dat hoef je niet op te regelen, want dat doen ze niet. Dat zou niks geen zin hebben. Nou, toen zegt hij, maar waarom doe ik het eigenlijk zelf niet? Toen dacht ik, ja, dat is ook eigenlijk zo. Dat kan ik eigenlijk best doen. Ja. En zo is dat gekomen, want ik mocht graag schrijven. In Bergentheim moesten we vaak turf laden. Dit deden we in de wijk Bokkenslag. Dit was een erg arm gedeelte en de mensen woonden daar nog in plaggenhutten. Langs de kant van de hut hadden ze een kruiwagenplank met voor ieder een kopje zonder oor en een paar gebarsten borden. Dat was hun hele servies. De was deden ze in het kanaal. Ook moesten ze zichzelf in het kanaal wassen. De ouders sliepen in een soort bedstee met stro. Waren er altijd stenen op het schip of vervoerden uw ouders ook wel alles, wat anders? Van alles. De ene keer steen en de andere keer kunstmest en dan weer turf en kool en hout. De wielenbanen zwolden die ook voor. Die moest naar Vroomsoop. En dat was in de oorlog. En toen hebben ze in Vroomsoop een hangkaar van gemaakt. In Leeuwarden. Dat ging allemaal naar Leeuwarden toen met de auto. En daar hebben ze een anker gemaakt voor de vliegtuigen. We waren achter in Frieseveen, in het Frieseveense veld. En er was een klein meisje, was net zo oud als dat ik was. Mm-hmm. En dat... we gooiden elkaar met stenen. Het was niet zo... als het moest, maar dat deden we. Toen raakte ik dat kind en toen begon het te bloeden. En ik dacht, nou, als een klein kind bloed ziet, dan denk je dat je gaat dood, weet je wel. Ja. En toen was ik zo bang, dat ik denk, ik durf eigenlijk haast niet meer te slapen. Zo bang was ik. Toen zei mijn zusje, die zei tegen mij, dat moet je aan Jezus vertellen. Ik denk, nou, dat doe ik. En ik zeg, Jezus, ik heb een kind een gat in het hoofd gegooid. En ik ben zo bang dat het doodgaat en dat is mijn schuld. En ze zei, wil je alsjeblieft geven dat het kind niet doodgaat? En toen hoorden we later dat de dokter was geweest en dat een gaatje in het hoofd, maar dat was niet verontrustend. En, Ze kon me dan verbinden en dan was de kind wel weer beter. Het werd dan wel weer beter. Mm-hmm. Nou, toen was ik zo gelukkig.
Want ik denk, oh god, ik ben zo blij dat dat kind niet doodgaat. Mm. Want ik denk, als dat nou doodgaat, dan is dat mijn schuld. En u dacht dat het door het gebedje aan Jezus weer goed was gekomen? Ja, en toen werd ik zo rustig. En ik kon gewoon slapen. En ik kon toen ineens alles. Dat was zo raar. Het was net of ik op de hand gedragen werd, zou ik maar zeggen. Ik had, en toen, toen dacht ik, kijk, dat is nou Gods hand. Dat voelde ik. Keken uw ouders ook nog naar welk soort scholen u ging? Ik bedoel, moest het christelijke scholen zijn of openbaar? Nee, ik heb naar alles gewoon gegaan, openbaar en christelijke school. Want ja, de christelijke school die stond niet overal. En welke school als kortste maar bij Schip stond, daar gingen we heen. Dus aan Vroomshoop, daar stond er een. En de hervormde school ben ik wel in geweest. De meester Pot. En ja, daar konden we dan weer boeken lenen. Mochten we weten, zolang als we er waren, dan kon boeken lenen, boeken lezen en zo. Meneer Westenbrugge, het hoofd de school, heeft ons de beginselen bijgebracht van het telefoneren. Bijna niemand was in het bezit van een telefoon, dus het was wel nuttig om dit te leren. Eén telefoon stond bovenop zolder en de ander in de klas. We belden elkaar op en zo leerden we de telefoon opnemen en met elkaar praten. Toen we dat eenmaal onder de knie hadden, mochten we het in het echt proberen. Nee, ik weet ook nog een keer dat ik op school was en wij spraken plat. We hadden nog geen ervaring met Hollands. En toen was er een plaat voor aan de muur. En er was dan een schip stond erop. En toen zegt de juffrouw, waar komt het anker uit? Ik zei, ik was de eerste schipperkind, die anders waren allemaal boer. En ik zei, oh, nee, komt uw kloezengat. Nee, fout. Ik zei, dat zal ik eens aan mijn vader vragen. Nou, ik zei, vader, waar komt het anker uit? Nou, uw kloezengat, dat weet hij toch wel? Ik zei, dat heb ik gezegd op school. En de juffrouw zegt, dat was fout. Zeg maar dat ze er niks van weet. Nou, ik smet dus weer, zei, juffrouw, het anker komt wel uw kloezengat. Mijn vader heeft zelf gezegd. Ja. En toen geloofden ze het wel? Ja, want het anker kwam uit de kluis. Ze was Hollands, maar ja, dat wist ik niet. En in plaats van dat de juffrouw nog zegt, dat is Hollands en dat is dialect. Maar dat wist ik niet. Dus ik zeg, het komt wel uw kloezengat, want mijn vader zegt zelf. U heeft de hele tijd niet meer gevaren, toch? Nee, een hele poos niet. En eigenlijk in al die jaren niet meer. Ik heb nooit meer gevaren. Het leek me wel leuk om zoiets te doen. Zou u ook nog wel weer even aan het roer willen staan, bijvoorbeeld? Nou, dat lijkt me ook wel. Ja, ik weet niet of ik het nog kan. Als ik het zo weer zie, dan denk ik dat ik het nog wel zo kan. Ja? Nou, gaan we het straks meemaken. Ja. Op zekere dag wilden wij 's morgens al heel vroeg gaan varen. Het zal een uur of vier geweest zijn. We wilden vertrekken vanaf het Rode Torenplein toen er al vliegtuigen overvlogen. De reactie van mijn vader was, nou, die hebben ook al vroeg de broek aan. Het zat niet mee. Vooraan op het Zwarte Water waren soldatenschepen dwars over het water aan het trekken. Vader blies op de scheepshoorn. Wat zijn die lui toch gek aan het doen? Je kunt er niet eens tussendoor varen. Wat wij niet wisten was dat het inmiddels oorlog was. En dat die soldaten van plan waren om die schepen te laten zinken, om te voorkomen dat de Duitsers er langs zouden varen. Het lukte ons om er langs te komen. Toen zei mijn vader, moet je even sturen? Want ik moet een kopje koffie drinken. Nou, we waren op Zwarte Water en ik stuurde hem en in één keer boem. En ik wist niks van de oorlog. En mijn vader zei, wat doe je nou? Ik zei, ja, ik stuur gewoon. Ja, dat is allemaal. Nou, waar vaar ik bovenop? Ik zei, ik geloof dat op mijn vader of zo. Ja, wist ik veel. Ik wist helemaal niet wat mijn was. En hij zei, dat kan toch niet? Ik zei, nou. Ik zei, ik weet ook niet wat dat is. Maar toen lieten ze door IJsselbrug knallen. Dat deden Nederlanders, dat de Duitsers er niet over konden. Het Zwarte Water, dat deinde helemaal zo. En ja, het was net precies als je ergens tegenaan vaart. Toen de oorlog wat verder was, moest er weer gevaren worden. De bruggen waren opgeruimd, dus we konden er weer langs. De Duitsers vorderden sommige schepen.
deels voor voedselvoorziening en deels om onder de dekmantel van voedsel munitie te vervoeren. Soms kregen de schippers zelfs Duitse soldaten aan boord. Vaak werd er door de Engelsen op onze schepen geschoten. Iedere nacht bromde het aan één stuk door. Dit waren Engelse bommenwerpers die naar Duitsland trokken. Daaronderdoor vlogen dan jagers. Dat waren kleinere vliegtuigen die schoten met mitrailleurvuur op onze schepen. Het laatste was ik nog alleen aan boord bij mijn vader en moeder. Ze hadden geen geld genoeg om een knecht te krijgen. Dus was ik de knecht. En dan stuurde mijn vader en dan stuurde mijn moeder weer. Je had nooit een vaste dag. In Zwolle waren we toch wel vaak. Toen ik wat groter werd, ging ik daar naar de Schippersjeugdvereniging. We organiseerden vaak leuke jaarfeesten. Op die feesten beelden we vaak iets uit. Eén keer hebben we iets uitgebeeld over geloof, hoop en liefde. We deden ook wel eens mee aan een optocht. We hebben toen een mooi schip gemaakt van karton en hout. Er liepen mensen voor om het schip te trekken. Dat was heel gebruikelijk in die tijd. Ook ons eigen schip werd op die manier verplaatst. Eerst dan waren de broers en zusters nog aan boord. Dan trokken die. En later, toen was ik nog 13 jaar. En toen moest ik ook al trekken. En dat was zo een zeelom. En dan aan een stuk touw, zou ik maar zeggen, dat noemen wij de lijn. En dan was je zo aan het schip trekken. Maar dan zei mijn vader, als er politie aankomt, dan moet je uit de lijn gaan. Want je mocht pas van 14 jaar in de lijn. Dus dat hielp natuurlijk niks, want dan, als je eruit ging, de politie was weer weg, dan waren we weer in. Dus dat trok je toch weer. Ja. Maar vroeger in de winter, dan lag dat schip natuurlijk toch ook wel eens in de haven in het ijs. Wat betekende dat voor uw vader en voor jullie? Dan konden jullie toch niet varen? Nee, mijn vader kon dan niet varen, maar we hadden altijd een spaarpotje. Dat we weer opnieuw konden varen, want je moest direct al beginnen met een sluis te betalen. Alle bruggen moest je betalen. Daar een dubbeltje, daar 5 cent, maar dat ging altijd zo door. Mm-hmm. Dus dat waren dan voor gespaard altijd. En dan was het altijd, dat geldt dus voor het schip. Dat kun je niet opmaken. En toen hebben we een keer een winter in Gamsbergen gelegen. En toen werden we ondersteund door de kerk. Toen heeft de kerk, we waren gereformeerd, en heeft de kerk ons ondersteund en de gemeente samen. Omdat u zelf geen geld meer had? Of uw vader? Ja, omdat we zo lang stil moesten liggen. Hè. Dat was natuurlijk de inkomsten waren gedeeld. We hebben er 3 maanden gelegen. Waar is toch die oude tijd? Vol van vreugde en gezelligheid. Toen je je kon amuseren, zonder veel geld te verteren. Waar is toch die oude tijd, vol van vreugd en gezelligheid? Waar is dat alles gebleven? Waar is die oude tijd? 2 cent een prijtje, 4 cent een eitje, 40 cent voor een pond vlees. Broden een duppie, 10 cent een druppie, zonder pensioen van Patrice. Oh, dit is alleen verwoest, hè? Ja. Zonder dat ze dat doen, laten verwoesten. Maar daar moesten de schippers vroeger voor betalen, toch? Als de brug omhoog ging? Ja. En wat kostte dat dan? Weet u dat nog? Ja, soms een dubbeltje, soms 5 cent. Echt waar? Ja. En dan kwamen ze met een klompje. En dan hingen ze dat klompje en dan moest je geld in dat klompje doen. Ja. Op goed vertrouwen ging dat? Ja, dat ging gewoon. Ze, bij elke keer dat er schippen doorging, dan namen ze een klompje. U heeft vast op de duur leren zwemmen. Heeft u dat van uw ouders geleerd bijvoorbeeld? Nee, ik heb nooit goed leren zwemmen. Ik kon 25 meter zo lang schip kon ik zwemmen. Maar dan deed ik altijd zo kleine slaagjes en dan zonk ik weer. Echt goed zwemmen heb ik niet geleerd. Nee. Maar uw ouders konden toch wel zwemmen, of niet? Nee, geen van beiden. Nee. Ik kon er geen van beiden zwemmen. Plotseling zag ik een man boven water komen. Ik schrok vreselijk, want het was mijn eigen vader. Hij was overboord gevallen toen hij het schip duwde met een vaarboom.
Mijn vader kon niet zwemmen en was al kopje onder geweest. Ik kon hem grijpen toen hij weer boven kwam, maar ik kon hem alleen niet in de boot krijgen. De boot kantelde gevaarlijk. Gelukkig liep er een man op de wal die mij wilde helpen. We hadden een lange bootshaak in de boot liggen en hij riep naar mij dat ik die naar hem toe moest steken. Het kostte mij ontzettend veel moeite, want ik moest met één hand de lange bootshaak naar die man toesteken en met de andere hand hield ik mijn vader stijf vast. Het is me gelukt. De man is in de boot geklommen en heeft mij geholpen mijn vader uit het water te trekken. Wanneer was u voor het laatst op het water? Nou ja, toen was ik een beetje 20 was, ik weet niet precies. 20, 21, ik weet niet precies het jaartal, weet ik niet precies. Toen mijn vader het water heeft geleerd. U bent er van de boot afgegaan? Ja. Ja, mijn vader die kon niet meer varen. Ja, kon aan de angst voor het water. Hè. Zo, mevrouw Knol, ja. U heeft uitstekend gevaren. Goed zo. U ging mooi de haven in, moet ik zeggen, ja. Met deze harde wind. Ja. Ging u heel goed aan de wal? Ja, want ik ging aan de bovenkant langs. Ik geef u een havenslok. Ja. En dat is een traditie in Coevorden. Oh, leuk. Ik zal u een gedichtje voorlezen. Ja. Mijn gedachten gaan uit naar snik, praam of schut. Goed of slecht weer, ze moesten de deur. Met volle zeil of een schipsjagerafeur. Ja. Op het eind in de haven aangekomen, werd er een ijskoude havenslok genomen. Leuk. Voor de scheepsjagers. Oh, mooi. In ieder geval, van harte gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Proost, zou ik zeggen. Lust je wel? Zullen we nog een rondje doen? Ja. Zullen we nog een rondje doen? Ja. Ja? Kom maar.